Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn hele boodschappen. Wat ik voor een hele week in huis heb gehaald voor ons gezin. Dit is van de Jumbo. Ik heb het een keer laten bezorgen. En dat is nieuw voor mij, want dat doen ze nog niet zo heel erg lang bij mij in de buurt. Hiervoor was het altijd alleen maar op de dinsdagochtend dat je het kon laten bezorgen. Dat is echt nog maar sinds kerst volgens mij. En nu was ik het aan het bekijken of ik een timeslot kon blokken dat ik het kon ophalen. En toen dacht ik zal eens kijken, want dinsdag is in principe ook geen probleem om ze het dan te brengen. En toen komt het ook op maandag, dus dat is super fijn. Dus ik zal even laten zien wat we allemaal gehaald hebben. Het is deze week een beetje kariger, zeker qua avondeten, want ik heb de vriezer weer eens op orde gebracht. En toen dacht ik, ik heb nog heel erg veel vlees over. Dus dat hebben we een beetje gebruikt. Ik zal weer laten zien wat we voor avondeten hebben. Ontbijt en snacks en zo. En gezonde dingetjes, ik heb het allemaal weer verdeeld. Vind je deze video zo leuk, dan is je een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Zoals alles heb ik alle linkjes naar receptjes als die hier zijn onderin in de beschrijving hier. En dan kan je ze op je gemakje teruglezen. En dan gaan we beginnen met de boodschap zorgen. Zoals gezegd, het avondeetgedeelte is heel erg karig. En de rest, nou ja, dat zal allemaal wel gaan. Het was €84,15. En ik had wel 15 flessen, 2 kratten en 5 plastic tasjes ingeleverd. Maar ik kreeg ook 2 kratten en 3 zakjes terug of zo. Anyway. Het was om het even. We eten, geloof zelfs al vanavond, zalm met andijvie in de gekrande zuivelspet doorheen stampen. Met aardappeltjes en zo. Dus dat is helemaal lekker. Dat is volgens een bepaald recept. Ik denk dat ik dat wat naar beneden kan linken. Volgens mij kunnen jullie dat gewoon zien. We eten een keertje dat als Pascal en ik samen zijn. De leftover nasi van vorige week. Want er vorige week echt super veel nasi over. Dus ik dacht, dan doen we nasi eventjes opwokken met een eitjes. En dan in plaats van saté doen we een keertje loempiaatjes erbij. We eten een keertje rundersausijs met gebakken aardappeltjes en broccoli. We eten een keertje kipfilet. Nu doe ik kruiden met fajitas. Ik heb nog reps, ijzersla gekocht. Ik heb nog paprika liggen, nog mais liggen. Ik heb nog, nou ja, kikkererwten liggen. Ik heb van alles nog wat liggen, dus we kunnen een keer fajitas eten. We eten ook een keertje kip krokant schnitzel met worteltjes en aardappeltjes. Worteltjes heb ik nog in een pot zitten. Aardappeltjes kan ik gewoon schillen en die zitten erbij. En de kip krokant schnitzel ligt nog in mijn vriezer. We eten nog een keertje friet. En op zondag hebben Pascal en ik sinds lange tijd weer een date night. Gaan we even kijken of we gaan iets bestellen of we gaan ergens iets ophalen. Maar dan zijn we ook alweer rond. Dan hebben we hier het drinken. Ik heb 4 flessen Crystal Clear weer. En 6 flessen mineraalwater. En een heleboel houdbare melk. Want mijn melk was bijna op. Ik heb nog met het laatste pak begonnen vanochtend. En voor mijn smoothies is het handig. Voor mijn shakes is het handig. Met koken gebruik ik het af en toe. Die kinderen drinken het af en toe. Dus altijd handig om op voorraad te hebben. Extra roomboter. Ook weer nodig. Want het laatste pak is gisteren open gegaan. Ook omdat we weer hadden gebakken. Voor je zeg je dat? Cupcakes gebakken. Dus het is altijd handig om het op voorraad te hebben. IJsbergsla. Komkommer, tomaatjes, een beetje salade-achtige dingetjes. Ik heb best wel wat salades op menu staan deze week. Want ik heb weer heel erg netjes allemaal macro's uitgepland. Ik heb gerookte zalmfilet, ik heb kipfilet. Dat is eigenlijk allemaal voor mij, en alsjeblieft eigenlijk ook. Dus een beetje voor op de crackers of voor beschuit of nou ja, voor in de salade. Ik heb nog boterhamworst en salami en Gelderse worst allemaal in de vriezer liggen. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik heb dus inderdaad crackers, beschuit, mini-eierkoeken, die vinden de kinderen heel lekker. Die zijn ook ideaal om mee naar school te nemen. Want je snijdt ze door de helft en je doet ze dubbel. Als je er chocopasta op hebt gedaan, of jam, of kaas, of een beetje boter. En dan past dat precies in zo'n klein stukje van een schooltrommeltje. En zeker als ze deze hele week weer naar school gaan. Olijfjes heb ik voor een aantal dingetjes nodig. Jong belegen kaas weer een heel blok, as per usual. Extra drinkbakjes voor naar school. Deze zijn wel gewoon van Wiki, maar dat is dan wel de zonder suikers. Appeltjes, meloen, witte druiven, rode druiven. Dit is dan weer zo'n aanbieding. Hè? 3 stuks fruit voor €4,50 of zo. En heel wat schoolkoekjes. Ik heb nu met de kinderen afgesproken dat ze dit soort koekjes alleen maar mogen nemen op het moment dat we de deur uit zijn. Dus op het moment dat we naar zwemles gaan, naar hockey gaan. Als ze naar school gaan, dan mogen ze dit soort koekjes pakken. Maar als het is omdat ze thuis zijn en ze willen een snackje. Of na het eten of zo, dan nemen ze maar gewoon deze. Dus ik hoop dat ik dan hier wat langer mee doe. Ik had ook nog wel wat hoor, maar ik denk voor de afwisseling.
Dus we hebben de trouwe vriendjes. Dat zijn eigenlijk gewoon standaard biscuitjes. En de disco zwemmers. We hebben bassonjekoeken voor in de broodtrommel. Of in de broodtrommel, in de koekjestrommel. Voor de volwassenen of voor visite. En dan deze inderdaad erbij voor. In ieder geval voor de kinderen. Die gaan waarschijnlijk ook gewoon in de koekjestrommel. Maar ik heb liever als ze deze nemen. Maakt daar niet zoveel uit in dit geval. Je snapt het idee dat ze gewoon normale koekjes kunnen pakken. Die niet voorverpakt zijn. Ik heb nog niet genoemd de magere kwark voor bij mijn smoothies. Rode ui heb ik voor een aantal dingetjes nodig. Waaronder voor de fajitas en ik geloof ook voor de zalm met andijvie. Hummus, daar moet volgens mij een keer bekrekken met rosbief volgens mij. Ongezouten noten, dat is ook een van de snackjes die ik deze week heel veel op het menu heb staan. En mijn dochter vindt die ook heel erg lekker. En ik kreeg dit als cadeautje erbij. Denk ik, want ik heb het niet besteld. Spa Duo. Strawberry watermelon. Kunnen we proberen. En deze. Dus die kan ik echt ook nog in de salade erbij doen. Tuna balsamic. Nou, ik ben benieuwd. En dat was het alweer. Wat je niet in deze video hebt gezien. Wat ik wel had besteld. Dat was brood. En ik pakte het net allemaal uit en ik zette het neer. En toen dacht ik, ik mis echt het brood. En ik zal je laten zien. Dat was ook nodig. Want we hebben nog dit aan brood voor de kinderen over. Dit is het brood dat mijn vriend eet. En ik heb nog één waldkornbolletje. En toen dacht ik, ja, hebben ze die nou gewoon niet geleverd? Dat is stom. Volgens mij mis ik voor de rest niks. Dus heb ik nagekeken. En heb ik blijkbaar zaterdag nog een berichtje gehad, een mailtje gehad. Dat ze het brood niet konden leveren. En ja, dan is het natuurlijk mijn eigen schuld. Ik heb pas zo laat zien. Maar ik vind het wel een beetje jammer. Want nou moet het dus morgen alsnog een brood. Dan kan ik het wel gewoon bij de buurt super inhalen. Dat is op zich geen probleem. Maar ja, het heeft geen zin meer om dat om 12 uur nog te doen. Want dan is het brood weg. Dat is het enige nadeel wat ik nu toe heb ondervonden aan de boodschappen laten bezorgen. Voor de rest moet ik zeggen, het fruit en alles ziet er gewoon prima uit. Niks is dat ik denk, oh dat is wel heel richting de einddatum of zo. Dat is heel erg fijn. Ik vind het ook zeker voor herhaling vatbaar. Want nu stond het binnen 5 minuten bij mij in huis. Dat is wel echt super chill. Dus ik denk dat we gewoon de volgende keer gewoon weer gaan proberen. Gewoon kijken. Misschien hebben ze dan wel brood op voorraad. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Want zeker de boodschappen shoplog komt in ieder geval iedere vrijdag. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving de linkjes naar eventueel de recepten en het weekmenu en de snacks en zo neer. En dan wens ik jullie een fijne dag verder. Tot de volgende keer. Doei doeg!